Zo leuk. Power. Hey dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, daar zit Dea. Zij heeft een vet lekker ontbijt voor mij gemaakt. Moet je kijken, dit is een driehoekig broodje met komkommer en filet américain. En hier zit kaas, wat nog best heet is. Maar het ziet er ongelooflijk lekker uit. Dus ik ga smullen, ik begin de dag hierdoor goed. En ik begon de dag sowieso al helemaal goed. Het komt door deze hond. Ja, je bent een baas. En waarom hij een baas is, dat gaan jullie nu zien. Want ik lachte hem helemaal dood. En ik kan me niet voorstellen dat jullie er niet om kunnen lachen. Dus jullie gaan het nu zien. Wat doe je gek, Bumper? Wat doe je gek? Hey, val me niet aan! Val me niet aan! Val me niet aan! Dat was echt fucking hilarisch, Bumper. Dat was echt fucking hilarisch. Dit is zo'n lekker ding. Dames en heren, wat wij vandaag allemaal nog gaan doen, dat zien jullie wel in de vlog. Het gaat in ieder geval leuk worden, want Ajax gaat spelen vandaag tegen PEC Zwolle. En ik zal heel eerlijk zijn, ik gun het PEC Zwolle. Net zo hard als Ajax. En zo. Ja. Maar niet doen. Niet doen. Oh, sorry. Oh shit. Ajax daar. En je broodje is afgepakt. Wow, wat de fuck? Ja, nee, niks. Oké, Ajax. Nee, maar even serieus. PEC Zwolle, ik vind het gewoon een heel erg tof team. En met FIFA ben ik ook af en toe PEC Zwolle. En daar speel ik dan ook niet heel slecht mee. Ik gun het ze allebei. Ik gun het Ajax net zo hard als PEC Zwolle. En ik gun het PEC Zwolle net zo hard als Ajax. Als Ajax niet kampioen wordt, dan wil ik liever PEC Zwolle dan PSV. Oh, kijk. Ja. Weet je wat het altijd is? Je komt er nooit uit, hè? Kijk, als ik bijvoorbeeld voor ik zeg maar PEC Zwolle ben en Dave Ajax, het gaat niet gebeuren, want dat gaat niet samen. Maar, nee, schutsen. Maar dat is een discussie van de Eredivisie qua teams, waar niemand ooit uitkomt. Dus dat hou je altijd met voetbal, Eredivisie. Ja, dat is gewoon competitive. Dat is gewoon, ja, mijn team wint. En die ander zegt natuurlijk, mijn team wint. Want ja, je staat natuurlijk voor je eigen team. En ja, jij bent voor Ajax. Ja, dat komt door D. Ik word... Waarom? Jawel. Jij hebt heel veel Ajax t-shirts en vroeger was je ook voor Ajax, staat ja, shirt op de foto. Heel mijn jeugd had ik altijd Ajax t-shirts aan en voetbalshirtjes en altijd Ajax broekjes. En ik had behang helemaal van Ajax. Maar toen was het 5 jaar lang stil en toen heb ik nooit meer iets gekeken. En sinds dat ik met D heb, kijk ik weer voetbal Ajax. Alleen ik vind PEC Zwolle gewoon ook wel een mooie club. En ik vind dat... Ja, maar weet je wat zo stom is? Heel veel mensen wisten niet eens wie PEC Zwolle was. Voordat ze weer in de Eredivisie gingen spelen. Kijk, weet je wat het leuke is? De trainer, Ron Jansen, kent mijn opa. Wow. Dus, en dat is dan ook wel heel erg leuk. En mijn opa heeft verhalen verteld over Ron Jansen. En wat het leuke is aan Ron Jansen, die trainer van PEC Zwolle, is dat hij kwam wel eens bij Achilles in Assen op het voetbalveld. En Achilles heb ik weer gespeeld. Dus misschien die linkjes allemaal leiden totdat ik gewoon PEC Zwolle wel een toffe club vind. Maar oké, genoeg over voetbal gepraat. Wij gaan nu lekker eten. Ik zit er weer klaar voor, mensen. Een gloednieuwe Minecraft aflevering ga ik nu opnemen. Die om 7 uur online komt op mijn kanaal. Alleen voordat ik die opname ga beginnen, ben ik nog even langs de winkel geweest. Ik was mijn camera vergeten. Hoe kan dat nou als vlogger? Dat vraag ik mezelf ook af. Het overkomt mij eigenlijk nooit. Maar oké, ik was het vergeten. Kan gebeuren. Maar ik heb alsnog even boodschappen gedaan. En wat heb ik gehaald? Ik heb scones gehaald. En dit is dus een scone. En dat is dus heel erg bekend in, geloof ik, Engeland. Waar ze het heel vaak eten. En het is gewoon een scone. En daar doe je dan cottage cream op met jam. En die mix, die combinatie, is zo goddelijk in je mond. Daar kan je volop van genieten. Ja, waar ik nog meer van ga genieten is de Minecraft aflevering. Dus laten we dit maar even gaan doen. Ik zat een beetje rond te neuzen op mijn camera en wat instellingen te veranderen. Want ik had wat tips gekregen van een vriend van mij die veel verstand heeft van een camera. Want mijn camera heeft soms nog wel eens moeite met scherpstellen. En dat krijg ik ook wel eens te horen van de kijkers. Van hey, hij stelt niet goed genoeg scherp of niet snel genoeg. En ik heb serieus geen flauw idee hoe het komt. Ik heb wel echt een hele goede camera. En ik heb ook gekeken naar een betere camera. Maar als ik echt een camera wil die gewoon... Bam, meteen is scherp gesteld. En dan ook nog een camera die zo klein is. Die gewoon in je zak kan. Dan ben je gewoon serieus 3000 euro kwijt.
En ja, dat ga je natuurlijk niet betalen voor zo'n camera. Like, what the heck, dat is superveel geld. En dat is gewoon een beetje too much, you know? Dus ja, vandaar dat ik dat niet doe. Daarom was ik zo net eventjes wat dingen aan het veranderen, wat instellingen. En toen zat ik ook opeens wat foto's te kijken die Day had gemaakt. En toen kwam ik één foto tegen die echt super hilarisch was. Ik sta er ook echt belachelijk op. Ik zal hem straks aan jullie laten zien. Maar het verhaal daarachter is dat je hebt beneden een stoel in de woonkamer met een hoge rugleuning. En Day die maakt een selfie van zichzelf. Dat is het doel van een selfie. Oké. Dus ze wilde hem net maken. En net voordat die foto werd gemaakt, dook ik, of ja, sprong ik eigenlijk over die rugleuning heen. En toen kwam ik nog net met mijn kop op de foto. En hier komt hij. Nou ja, dat was even de belachelijke foto. Hij was echt grappig, hè, die foto. Tenminste, ik vond hem heel erg leuk. Jij hebt je nagels gelakt. Ik ruik het gewoon. Oh! Oh, kijk. Dat is haar hand. Jij hebt de rode nagellak, want dat matcht echt perfect met jouw outfit. Waarom heb je eigenlijk... Oh, Ajax, hey. Daarom! Maar ik zat te wachten op jou, want jij ging van... kijken. Ja, maar... Ik kom maar niet. Nee, want ik ben net klaar met opnemen en ik wilde even een stukje vlog opnemen. Ik bedoel, hallo. Ik wil ook gewoon... Zal ik je nog een keer een kopstoot geven? Auw! Holy shit! Oh! Weet je wat ze vanochtend deed? Serieus, ik was op de laptop en in nee, één keer... Nee, je was op je telefoon! Oh, op mijn telefoon. En in één keer uit het niets... Toen geef ze me gewoon een kopstoot! En gewoon echt op mijn slaap hier! Dus ik kijk eraan van, wat doe je? Nou, ze weet het zelf ook niet. Af en toe ben je gewoon een beetje een downie. Maar dat maakt niet uit, want ik hou wel van downies. Ja, dat is serieus zo. Nou ja, wij gaan... Oh. Wij gaan naar beneden en wij gaan Ajax kijken. We staan allemaal 3-0 achter. Helemaal niet. Nee. Oké. Okay. Doei. Wat de fuck doe je? Is dat lekker of zo? Nee. Waarom doe je je vinger daar? Het ziet er ook gewoon vies uit nu. Ik leg hem wel weer terug. Lekker, hè? Ik heb echt ontzettend lekker gegeten. En dat hebben jullie wel kunnen zien aan de mooie beelden die voorbij kwamen. En toen vroeg iemand of ik een toetje wilde. En daar zei ik ja op. Dat kon er nog net bij. Krijg ik zo'n toetje. Ja, toch? Beste hoop. Het is wel heel erg lekker. Ja, dat wel. Dus ik ga hier volop van genieten. Wat voor ijsje heb jij? Oh, je hebt een cornetto. Oh, en wat heb jij? Een waterijsje. Oh, een waterijsje. Klinkt meteen zo schattig. Ik heb een waterijsje. Ik heb lekker een toetje. Hallo. Ik ben zo net even heerlijk in bad geweest. Het was echt heel erg lekker. Alleen ik heb de verkeerde shampoo gebruikt. En dat kan je denk ik wel zien aan mijn mooie bossy haar wat ik heb teruggekregen. In ieder geval wat heel erg relaxed is dat we hebben hier allebei een laptop staan. En Day gaat op de ene laptop skypen met zijn vriendin. En ik ga jullie vertellen wat ik ga doen. Ik ga even lekker een potje FIFA doen op de computer. Dus ik heb er heel erg veel zin in. Vandaag was echt een heel erg relaxed chill dagje. We hebben gewoon lekker genoten van onze vrije dag. En we gaan nu nog verder genieten van onze vrije dag. Zo leuk. Ik kan mezelf niet serieus nemen. Ik zie er echt belachelijk uit. Wat een relaxte avond heb ik gehad. Ik heb eigenlijk heel erg veel potjes FIFA gedaan. Maar het was wel heel erg leuk. En Deetje heeft nog even geskypt met een goede vriendin. En heeft heel erg veel tv gekeken. Geer en Goor is echt een geweldig leuk programma. Lig je altijd helemaal dubbel van. En Dave, vertel nou eens even. Ben ik goed in FIFA? Nou, eerst wel. Want eerst had je begonnen in één keer. Alleen de laatste wedstrijd heb je met 7-2 verloren. Dat moet je niet bij je zeggen. Het was wel zo. Wat heel grappig was, is we lagen dan hier met z'n tweeën naast elkaar. En Day was z'n tweeën aan het kijken. En toen zei ik tegen Day, van Day, let op, deze gaat erin. Doe ik speciaal voor jou. Dat was een corner. En toen, bam, schoot ik hem nog in. Ja. Dat was wel lief, hè? Zo kan je game ook nog een beetje
lief maken naar je vriendin toe. Zoiets, denk ik. Anyways, bedankt allemaal voor het kijken naar deze vlog. Doe nog even een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Want het is altijd tof om te zien dat we meer dan 10.000 likes halen. Ongelooflijk. Hopelijk checken jullie morgen mijn gloednieuwe vlog om 1, 2, 3, 4 uur. En dan zeg ik, dames en heren, dikke, vette peace. Knol Power.